Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op maandag 21 januari. Het is zonnig vandaag in het land, alleen in het noorden komen meer wolkenvelden voor en daar kan ook een spatje regen vallen. En omdat de temperatuur nog onder nul is, kan het lokaal glad worden. De wind die waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig en de temperatuur loopt vanmiddag op tot iets boven het vriespunt, zo tussen de 1 en de 5 graden. Verder zijn er dan nog steeds flinke zonnige perioden, alleen in het noorden blijft die bewolking overheersen. Ook vanavond hetzelfde weerbeeld. De temperatuur gaat wel weer onder het vriespunt uitkomen. Het gaat licht vriezen op de meeste plaatsen en in de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgenochtend gaat het dan ook vanuit het westen enige tijd sneeuwen. In het oosten van het land duurt het tot de middag voordat er sneeuw valt. Smiddags dus is het zo'n plus 1 tot plus 2. Al met al kan er 1 tot 5 centimeter sneeuw vallen. De dagen erna is het overwegend droog weer, maar een enkele winterse bui blijft wel mogelijk. Overdag ligt de temperatuur iets boven het vriespunt. In de nachten blijft het vriezen. Vrijdag neemt de kans op buien verder toe. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne maandag.